Praat maar Engels heb jij nooit gedaan, hè? Ik heb het één keer gedaan. Eén keer gedaan. Ik heb Eckersie geïnterviewd, de tennisser. Nee, ik heb het niet willen doen, eigenlijk. Nee, ik heb omdat je niet vrij genoeg voelde. Ja, dat is het precies, want ik lees Engelse kranten. Ik ben geabonneerd op een Engels weekblad, Engelstalig. Nou ja, het niet toe, maar dat is feitelijk. Maar ik zou je eerlijk zeggen, er zijn veel gasten die ons zijn aangeboden. Ja, als je een grote etalage bent, rolt veel jouw kant op. Maar bijvoorbeeld John Cleese of George Clooney, die zijn ons wel aangeboden. En de redactie denkt, ja, dat gaan we doen. En dat durf ik niet. No. Dat durf ik niet. Ik durf John Cleese niet in het Engels te interviewen. Ik ben uiteindelijk toch met het vocabulaire wat beperkter is, de lenigheid die ik me in ieder geval een beetje verbeeld in het Nederlands, ben ik dan volstrekt kwijt. Ja. Je bent een beetje een toerist die de weg vraagt. Ik heb het nooit gedurfd. Ik heb er wel spijt van gehad. Ik heb bij sommige gasten, bijvoorbeeld George Clooney is daar wel een voorbeeld van. Dat had ik misschien wel willen of kunnen doen, maar ik heb het nooit gedurfd. En Eckersy, we hebben het geloof dat dat een van de fragmenten zit in de catalogus voor vanavond. Het is heel beperkt. De vraag heb ik al 3 keer in een spiegel aan mezelf gesteld, bij wijze van spreken. Oh ja. Ja, echt nervositeit. En op een gegeven moment zoek ik het woord. Je hebt toch een leuke kop, wil ik tegen hem zeggen. Ja, want hij had een toupet altijd. Daar ging het. De biografie, het frappante fragment in de biografie is: ik heb altijd met een pruik gespeeld. Ja. Dus tijdens een bepaalde halve finale in Wimbledon ging die pruik los. Het halve finale heb ik ook verloren. Hè, want ik kon niet meer naar de hoeken toe. Want dan ging dat haarstuk zou vallen. Dat is echt een krankzinnig, idiote passage in dat boek. Maar echt gebeurd. En hij vertelt dan, ja, uiteindelijk heb ik dus gewonnen. Want dat ding bleef zitten. Ik verloor die wedstrijd wel, maar het was voor mij bijzaak. Nou, fijn. Hier hadden we het over. Jan Mulder was mijn tafelheer. Die zegt, ik help je hierbij. Dat heeft Jan trouwens ook gedaan. Maar ik wilde dus zeggen, maar je hebt toch wat is er mis met je koppie? Je hebt toch een hele leuke kop? Wilde ik dan zeggen. Ja, oké. En dat kwam ik niet op het woord koppie. Weet je wel? Dus, nee. dus dat hebben we het klaar? Ja. Oké, dan zie je dus het volgende. Dat wil ik niet meer. Warming up before the match. I pray not for a win, but for my hairpiece to stay on. Yeah, it's the only result I've ever prayed for in my life. I was praying, please. It was a win. For me, I won this day. I left and nobody knew. I was thinking I'm going to hit a ball. My hair is going to fly off. Mm-hmm. It's going to land on the clay, and everybody's going to say, what the hell is that? You had a secret. Well, my top player. But my life was like this, you know? I mean, you know, anytime you have a rebellion in life and you're a teenager, what it is you're really doing is you're really hiding. You're hiding who you are, you know? And I was, people thought I was. You have a pretty face. A nice bulletin. Where were you 20? Yeah. Where were you 20 years ago? Ja, pijn. Ja. Ja. Ja, maar dat is ook heel lief, toch? Nou, het is wel lief, maar hij begrijpt niet wat ik zeg. En er wordt gelachen. Dat vind ik toch. Oh ja, vind je dat vervelend? Ja. Ik vond het wel een mooi interview ook. Omdat het. Ja, omdat